Dames en heren, het is zover. Tom Steg heeft zijn eerste verjaardag gehad. Yay! Tom is al een jaar lang aan het zwoegen. Maar wat is nou een betere manier om terug te blikken op dat jaar door een review te doen zoals ik anders zou doen, maar dan niet over je standaard componenten en randapparatuur of laptops, maar over het ding wat daadwerkelijk mij in staat stelt deze content te maken. Maak kennis met de Nikon Z6 camera die ik nu al een jaar lang gebruik om vrijwel alles rondom Tom Steg te fotograferen en te filmen. Hoe goed staat deze camera nou op de markt van professionele systeemcamera's? We gaan het vandaag behandelen in deze video review van de Nikon Z6 systeemcamera met een lens en een leuke adapter, maar daarover later meer. Eerst door naar de intro. Voordat we de materie van de Z6 induiken, lijkt het me slim om even mede te delen hoe ik ongeveer naar deze camera kijk. Ik gebruik hem voornamelijk als de daily driver van al mijn professionele taken, maar natuurlijk ook Tom Steg, wat nog steeds mijn hobby on the side is. Dus ik maak ontzettend veel foto's, vooral productfoto's met de camera. Ik heb een klein beetje evenementenfotografie gedaan, maar waar ik hem voornamelijk voor gebruik en waar ik hem voornamelijk ook voor nodig heb, is simpelweg gewoon point-and-shoot videoproducties. En dat is vooral de reden waarom ik voor de Nikon Z6 ben gegaan. Nikon heeft nooit echt bekend gestaan om hun enorm sterke eigenschappen in de video. Dat was altijd aan Canon uitbesteed en in recente jaren is die titel bij Sony terechtgekomen. En dan in het specifiek Sony Alpha. Als jij een YouTuber, content creator of beginnende videoprofessional vraagt wat hun camera of choice is, dan is het waarschijnlijk de Sony Alpha 7 2 of 3. En dat is precies het type camera waar de Nikon Z6 een soort van tegenop moet boksen. Dan vraag je natuurlijk af, hoe heeft Nikon als de underdog toch ineens op hetzelfde niveau als Sony kunnen presteren in deze sector waar ze wel wat ervaring mee hebben, maar over het algemeen niet al te gretig in zijn gestapt? Nou, het antwoord is misschien een klein beetje een anticlimax. Nikon heeft simpelweg de sensor van de Z6 en de Z7 camera's afgenomen bij Sony. Dus ze zijn een aantal fabrieken verderop gelopen, hebben aangeklopt en hebben gezegd: Sony, wat jullie doen met die systeemcamera's is fantastisch. Mogen wij ook zo'n sensor van jullie lenen? En zo geschieden, in de Nikon Z6 en Z7 zitten sensoren die door Sony vervaardigd zijn. En dat wil niet zeggen dat het direct dezelfde beeldsensor is als we in de Sony Alpha modellen zien. Je moet het meer zien alsof Sony het recept gebakken heeft, maar Nikon heeft er een eigen sausje en wat leuke kruiden overheen gesprenkeld. Dus als je dan kijkt naar niet alleen de specificaties en grofweg het prijspunt, maar bijvoorbeeld ook de body en hoe ze er ongeveer uitzien, dan merk je in vrij veel aspecten dat de Nikon Z6 en Z7 regelrecht oog in oog staan met de Sony A7 en A9 modellen. Maar goed, er zijn natuurlijk ook een heleboel dingen waarin Nikon laat weten van hey, wij doen dit verhaaltje wel anders. We hebben dat recept van Sony afgekeken, absoluut, maar we hebben ons eigen smaakje eraan toegevoegd. En naar mijn idee zit het grootste verschil vooral in de vatting. Dus simpelweg de holte die ze open hebben gelaten om objectieven in te kunnen klikken en de camera op andere manieren te kunnen gebruiken. Nikon komt zelf van een gigantische historie met hun F-vatting, waar eigenlijk alle oude spiegelreflexen gebruik van maken. En ze gaan nu over op de Z-vatting objectieven. Die wisseling van de wacht komt met een heleboel mooie beloftes en grote voordelen. Maar zelf zou ik ook stellen dat de Z-objectieven ook een klein beetje de Achilleshiel van zo'n Z-camera zijn. Ze willen echt dat de Z-lijn voor pure high-end kwaliteit staat. Dus dat is mooi, weet je wel. Echt, alle lenzen zijn ontzettend rigide en stevig gebouwd. De specificaties zijn fraai. En bijna elk Z-objectief is wel gecoat in hun nano-crystal coating. En dat is mooi op papier, maar dat wil ook zeggen dat vrijwel het complete Z-aanbod aan lenzen nogal stevig aan de prijs is. Om dat obstakel zelf al een klein beetje te verhelpen, levert Nikon in bijvoorbeeld ook deze kit hun FTZ-adapter mee. En de naam spreekt al boekdelen, het is de F tot Z-adapter. Dus het is een conversiestuk waarin je een F-lens kan klappen en vervolgens wordt die vertaald naar de Z-vatting.
En op papier zou dat willen zeggen dat alle functionaliteiten van die F-lens ook weer meegenomen kunnen worden naar de Z-body. En ja, die belofte staat, maar hij komt ook wel weer met heel veel kanttekeningen. Bij de meeste chique F-objectieven worden alle functionaliteiten gewoon meegenomen naar de Z-body. Dus dat wil zeggen de autofocus, het instellen van het diafragma of bijvoorbeeld de functietoetsen die nog op de body van de lens zitten. Die kunnen allemaal bediend worden via die FTZ-adapter met een Z-camera. Maar het gaat niet op voor alle objectieven en het gaat ook niet op voor alle functionaliteiten. Zelf gebruik ik de Z6-camera vooral met de meegeleverde lens, maar ook met een oudere 50mm lens die ik nog heb liggen van eerder werk met Nikon-camera's. Deze specifieke 50mm komt uit een compleet andere era van Nikon. En dat wil zeggen dat de autofocus motor die hierin zit wel bediend kan worden met full frame DSLR camera's van Nikon, maar niet met de Nikon Z6 of Z7 camera's. Het zijn van die kleine obstakels die niet meteen de camera of de lens maken of breken. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om even in het achterhoofd te houden dat als je zegt van hey, ik ga overstappen op de Z-lijn, maar ik heb nog al dit F-glas liggen. Ja, dat wil niet zeggen dat alles meteen direct met elkaar compatibel is. Er zijn gewoon lenzen waarin bepaalde functionaliteiten vervagen zodra je zo'n FTZ-adapter ertussen zet. Dat gezegd te hebben, geloof ik wel in Nikon en de beloftes die ze hebben voor hun Z-lijn aan lenzen. Bijvoorbeeld de zogenaamde kitlens die in deze kit al meegenomen is. Ik zou stellen dat die de term kitlens ook wel echt ontstijgt. Meestal als jij een body koopt met een lensje erbij, dan is de lens vaak zo'n net niet objectief. Dat je denkt van ja, hij kan zoomen en hij kan scherpstellen en hij heeft wat functionaliteiten, maar eigenlijk wil je zo snel mogelijk overstappen op nieuw glas. Ja, dat is bij de Nikon Z6 en deze 24-70mm lens absoluut niet het geval. Ik gebruik deze lens nu samen met die 50mm, met de FTZ-adapter, nu al een jaar. En ik heb tot dusver eigenlijk nooit echt directe nut gehad voor nieuw glaswerk op deze camera. Als je hem los wil kopen, kost dit objectief je grofweg 1100 euro. Dus ik denk dat het ook al boekdelen moet spreken over hoeveel imperfecties Nikon hier wegvaagt en hoe gedegen deze lens in elkaar steekt. Ook al is het een zoomlens, het maximaal diafragma is over de gehele focale lengte dus hetzelfde, f4. Niet het allerlaagste wat je kan krijgen, maar nog steeds erg fraai. En vooral met studiolampen zoals ik hier heb, of shoots overdag in de buitenlucht, ga je met deze lens ontzettend veel mooie plaatjes kunnen schieten. Zij dat foto's of zij dat video. Er zitten bijna geen imperfecties in het beeld. Chromatische aberratie komt bijna niet voor. De scherpte is over het gehele beeldbereik aardig. Weet je, het is niet alsof hij in de hoeken ineens heel erg fuzzy wordt. Er zit bijna geen vervorming in het beeld. Alleen een heel klein beetje op de minimale focale lengte. Maar het is amper merkbaar. En ook wat betreft vignetvorming, ja, het komt bijna niet voor op deze lens. En dan merk je, dit ontstijgt die term van kitlensje wel degelijk. Dit is goed glaswerk wat nu meteen met een al mooie body geleverd wordt. Maar goed, los van objectieven en adapters is voor velen natuurlijk de hamvraag, hoe staat deze body tegenover die van Sony en Canon en Panasonic? En dit is misschien puur anekdotisch in mijn geval, maar naar mijn idee presteert deze sensor en deze body niet onder aan die gevestigde orde binnen de systeemcamera's. In mijn ZZP-werk heb ik natuurlijk de Sony A7 wel eens in mijn handen gedrukt gekregen en hetzelfde geldt voor de GH5 Lumix modelletjes van Panasonic. En naar mijn idee zijn het allemaal fraaie cameraatjes die hun plek op de markt met recht verdiend hebben. Maar als ik heel eerlijk ben, na een jaar gebruik Nikon Z6, heb ik niet het idee dat Nikon nog langer die underdog is. En dat is natuurlijk wel een soort van vrij grote claim, omdat werken met een foto- of videocamera kan best wel een smaakgevoelig dingetje zijn en iedereen gebruikt zo'n apparaat natuurlijk ook weer net iets anders. Dus wederom, ik sta erin als een dude die vrij veel foto's maakt, maar het ding vooral heeft voor videogebruik. En heel eerlijk,
Ik heb in dit afgelopen jaar zelden zoiets gehad van... Oh wauw, had ik nu maar gewoon een Sony A7 III. In het dag-tot-dag gebruik met een Nikon Z6 zul je in vrij veel aspecten merken van... Oh, dit is een Sony A7, maar dan door Nikon gemaakt. Dus de body komt grofweg overheen, de knoppen komen grofweg overheen... de poorten en alle interfaces die erop zitten komen grofweg overheen... maar het heeft dan dat Nikon sausje. Dus als jij een fotograaf bent die al van Nikon systemen afkomt... en je stapt over op een Z-camera, dan merk je... oh, dit is de interface die ik herken... maar nu des te makkelijker gemaakt voor ook video... en al helemaal in je point-and-shoot situaties. Dat je ergens in het veld staat of in je studio... en je swipet over dat touchscreen zeer gemakkelijk door allerlei functionaliteiten en instellingen heen. En in dat gebruik heb ik nergens het idee gehad dat Nikon echt onderpresteert aan wat Sony doet. Persoonlijk vind ik dit net een wat fijnere interface en gewoon puur in touchscreen en de viewfinder. Er is weinig waarvan ik zoiets heb van, oh oké, dit doet Sony of dit doet Panasonic echt beter. Nikon stapt met volle overtuiging in die systeemcamera's en die laat zien, wij kunnen dit ook en misschien wel beter. Maar dat laatste is natuurlijk grotendeels afhankelijk van smaak. Als er een paar dingetjes zijn waarin Nikon nog een klein beetje door laat schemeren dat ze nog niet helemaal on top of their game zijn, dan zijn het naar mijn idee de autofocus en de in-body image stabilization. De IBIS die op de Nikon Z6 en Z7 zit. Oké, allereerst de autofocus. Hij werkt. Het is een prima autofocus, maar hij heeft af en toe gewoon een klein beetje zijn mankementen. In heel veel situaties herkent hij net niet een gezicht. Heel soms herkent hij een gezicht waar dat niet is. Zo heb ik een keer een hele video voor Tom Steg opgenomen, terwijl de camera dacht dat de schedel op het snowboard achter mij mijn gezicht was. Dat was geen leuke opname om terug te zien. Maar soms heeft hij gewoon moeite met het onderwerp vinden. Kijk, je kunt zeer gemakkelijk als je aan het schieten bent heel even op het touchscreen iets aantikken en de camera heeft zoiets van oké, dat is je onderwerp, dan ga ik die netjes tracken. En dat werkt tot op zekere hoogte, maar het heeft ook vaak zijn kuren. In sommige gevallen tik je iets aan op het touchscreen en zeg je dit is mijn onderwerp en dan zegt de camera cool, dan ga ik die vast proberen te houden, maar oh wacht, pas op, het onderwerp is overal en ik weet niet waar het is en het zit nu in de muur en het zit nu in je broek en het is nu je oog. En dat zijn niet de momenten dat je denkt van oké, dit is de camera die je kan vertrouwen als we maar één kans op dit shot hebben. Dus dat is iets wat Nikon mag verbeteren en stapsgewijs doen ze dat natuurlijk ook wel met firmware updates, maar pas op, als jij echt 's werelds beste autofocus wil, dan is Nikon die nog niet aan het leveren. Oké, en dan die IBIS, die Image Stabilization. Naar mijn idee voldoet die fantastisch in het meeste gebruik, maar in combinatie met de autofocus die af en toe een beetje wacko gaat, ja, dan gaat de IBIS natuurlijk ook gekke dingen doen. Want als ik iets aantik als zijnde dit is mijn onderwerp, ik zet de camera op een statief, maar de camera denkt dat het onderwerp alle kanten op vliegt, dan kan het nog wel eens voorkomen dat de camera ook de sensor gaat proberen te stabiliseren op bewegend beeld, wat er niet is, want hij staat op een statief. Dus dan krijg je een soort van raar kolkend beeld waar dat niet nodig zou moeten zijn. Een heleboel van deze mankementen zijn simpelweg op te lossen door gewoon goed te weten wat je kan verwachten van de camera en wanneer je de autofocus moet gebruiken en wanneer je de IBIS moet gebruiken en wanneer niet. Maar het moet gezegd worden, op die fronten maakt Nikon aardige stappen, maar we zijn er nog niet helemaal. Een andere kleine kanttekening zit in hoe Nikon omgaat met opslag. Want met de komst van de Z-lijn en hun nieuwe Z-vatting hebben ze ook gezegd... we gaan op nieuwe opslag werken. Dus in tegenstelling tot de reguliere SD-kaarten of CF-kaarten... stapt Nikon nu over op XQD-kaarten... die in samenwerking met wederom Sony zijn ontwikkeld. En ook hier geldt hetzelfde voor als met de Z-objectieven... het aanbod is kleiner en het is nogal prijzig. En natuurlijk, ze zijn sneller en ze zouden betrouwbaarder moeten zijn dan SD-kaarten, maar de prijs loopt wel gigantisch hoog op. En dan is er een soort van alternatief waarop je over kan stappen die ook in de camera past. En dat is de CF Express Type B-kaart, die wat later nadat de Z6-lijn gelanceerd werd, ook geïntroduceerd werd. En nu dus ook weer werkt op de Z6-lijn. Maar als je die firmware
daarvoor wil installeren, moet je alsnog een XQD-kaart hebben. Dus je bent sowieso één XQD-kaart aan het kopen, ook al wil je overstappen op die nog snellere en nog betrouwbarere en gewoon goedkopere kaart. Dus er zijn een aantal obstakels waarmee Nikon nog niet helemaal down heeft hoe ze deze markt wilde betreden. Dus ook dat is iets waar je een klein beetje bij kan twijfelen als je kijkt naar een Z-camera. In ieder geval die van de eerste generatie, want dit is de generatie waarin ze nog maar één kaartsleuf hadden. En dat is dus een kaartsleuf die nog niet zo heel breed of goedkoop ondersteund wordt. Maar goed, los van die iets wat dubieuze keuze in kaarten en misschien de autofocus en image stabilizer die nog iets beter kan, ben ik wel overtuigd geraakt van de Z-lijn camera's van Nikon. Ik ben een klein beetje in het diepe gesprongen door als semi-professional op dit ding te gaan vertrouwen, in plaats van net als iedereen gewoon op een Sony A7, die met recht een monopolie in de systeemcameramarkt hebben. Maar hoe dan ook, het ding heeft me niet echt teleurgesteld. Ik heb mijn problemen gehad met de XQD-kaartoverstap en het feit dat als ik een keer op zoek ben naar lenzen, dat ik denk, nou, deze voldoet ook wel voorlopig voor de prijs. Maar afgezien van die kleine kanttekeningen is dit een ontzettend flexibele en veelzijdige camera. Net als de Sony A7, maar nu met een grotere vatting en een net iets ander smaakje. Als je er compleet blind instapt, je hebt geen glaswerk liggen en je wil gewoon de meest gangbare, goedkoopste optie, dan denk ik dat je beter af bent met een Sony A7. Maar als je zoals ik al wat affiniteit hebt met Nikon, ja, dan is de Z6 of de Z7 een best wel mooi alternatief op wat Sony en Canon en Panasonic nu al langer aanbieden. Qua beeldkwaliteit doet het niet onder, het is ontzettend stevig gebouwd en naar mijn idee heeft het een van de beste interfaces en sowieso ook een super prettig touchscreen. En mocht je er dan nog meer resultaten uit willen halen, dan kan dat ook. Nikon heeft het mogelijk gemaakt om dit ding uit te breiden met een Atomos Ninja 5 en met behulp van die externe camcorder van grofweg €840 kun je bijvoorbeeld ook HDR-beelden uit deze camera pompen. Het is dezelfde sensor, maar hij schiet nu logformaat HDR 4K beeld. En dan heb je het over echt iets wat richting het super professionele spectrum gaat, voor een prijs die wat meer in die prosumer-achtige markt zit. Dus ja, Nikon lijkt meer en meer een hand uit te strekken richting die markt van semi-professionele videoproducers. Sprekende als een stuntelende, semi-professionele videoproducer, ik heb geen spijt van mijn aankoop van de Nikon Z6. En ik kijk vooruit naar de dag dat ik ook zo'n mooie Atomos Ninja eraan kan hangen om nog meer prestaties uit dit al aardig mooie apparaatje te kunnen pompen. Dus hopelijk wordt dat een review ergens in de toekomst. Maar dit is in ieder geval hoe ik ongeveer een jaar later sta tegenover mijn Nikon Z6 systeemcamera. Oké, de Nikon Z6, dat is hoe ik er na een jaar in sta, maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij erin staat. Als je nog vragen hebt of wat dan ook, je mag ze altijd laten weten hieronder in de comments. Ik spook daar altijd rond om met jullie mee te discussiëren en waar ik kan vragen te beantwoorden. Maar vergeet niet, als je simpelweg op zoek bent naar meer informatie over deze camera, of je bent op zoek naar alle specificaties of handige linkjes of meer beeldmateriaal wat ik met deze camera geschoten heb, kijk dan vooral even in de beschrijving of in de pinned comment, want daar spookt mijn volledige review van de Nikon Z6 camera rond. Klik daarop, kom je op mijn website, staat vol met specificaties, al die handige linkjes en natuurlijk die hele website is gevuld met allerlei foto's en video die ik met dit ding heb geschoten. Hoe dan ook, ik hoop dat je genoten hebt van de video of dat je er in ieder geval iets aan hebt gehad. En vergeet niet, als je dit soort content wil steunen, dat wordt enorm gewaardeerd door mij. Dat kun je doen door simpelweg een like achter te laten op de video of te abonneren op het YouTube kanaal, dan blijf je op de hoogte van alle andere content en reviews die ik produceer. Je mag me ook altijd volgen op Twitter, Instagram of bijvoorbeeld het Discord kanaal waar we met z'n allen rondspoken om gezellig te praten over allerlei verschillende tech en soms zelfs een klein beetje fotografie en videografie. Al die leuke linkjes die vind je in de beschrijving, dus klik gerust door. Als je dat niet doet, even goede vrienden. Aan het eind van de video kan ik immers toch niks anders zeggen dan houdoe en bedankt.